What's up? Ik ben Soos, dit is Soos Sense. En vandaag gaan we het weer over herfstgeuren hebben, maar we doen het vandaag no-budget, niche-achtig, zeg maar. De vorige was designer. Ik wou eigenlijk heel graag ook Ombre Leather erin hebben, maar jammer genoeg dacht ik er op dat moment niet aan. Maar Ombre Leather, geweldige fragrance, ook voor herfst, en dat is designer. Tom Ford Oudwood, same shit. En ik kan die hier niet toevoegen, ondanks dat mensen zullen zeggen, ja, maar het is de private line, private blend, bla bla. Nee, sorry, dat doen we niet. Vandaag gaan we dat niet doen. But, je toch, keep in mind, Ombre Leather en Tom Ford Oudwood zijn gewoon echt geweldige herfstgeuren. Maar er zijn ook meer herfstgeuren van vorig jaar eigenlijk, zou je kunnen zeggen. But it doesn't matter. Als jij het nice vindt, vind je het nice. But als jij no budget hebt en je hebt zoiets van, ik wil gewoon wat splashen deze herfst. Stick with it, stick with it, stick with it, stick with it. We gaan beginnen met, op dit moment denk ik, mijn favoriete geuren. En daarom begin ik er ook gewoon helemaal mee. Het is een geur waar ik echt direct op verliefd ben geworden. Dat heb ik heel lang niet gehad met Sense. En dit is Boho Boco Wet Cherry Liqueur. Echt een awesome, geweldige scent. Dit is eigenlijk ook een scent die je in de zomer kan dragen, in de lente kan dragen. Het is all around, maar ik vind hem een beetje te zwaar. Waardoor ik hem liever wil dragen in de herfst. En in de winter vooral. Er zit drank in, er zit kersen in, er zit aardbeien in, vanille zit erin, tankenbeen zit erin, zelfs wetiver zit erin, karamel zit erin. Dus het is een zoete, boozy fragrance met een klein beetje tint van wetiver. Dus het is een heel klein beetje, dat ruik je er niet echt super in. Maar voor de rest, dit is echt een lovely scent. En ondanks dat ik zeg no budget, vind ik deze nog heel erg affordable. Zoals een paar andere geuren in deze list zijn nog heel erg affordable. Deze is max 135 euro. Waar je hem ook zou kunnen vinden op dit moment. Echt een geweldige scent. Oprecht. Dit is aanraden aan iedereen. Man of vrouw. Ik denk dat de meeste geuren die ik op dit moment ook ga benoemen. Dat zou unisex zijn. Maar dit is oprecht echt een unisex. Het is niet dat ik vind dat hij leunt aan de andere. Aan de feminine kant. Of aan de mannelijke kant. Totaal niet. Ik heb ook een review staan op YouTube. Dat ik echt puur praat over deze fragrance. En daar kan je echt voor diepe uitleg gaan over wat ik van de geur vind. Maar ik ben echt oprecht verliefd op deze scent. En dit is sowieso een scent die ik de komende maanden. Ik denk sowieso tot april dat ik deze volop ga dragen. Kans is dat die dan leeg is. But we don't mind, we don't care. I love this fragrance. En oprecht bedankt Boho Boco. Want dit is echt. Wat een geur is dit. Oprecht. Wat een geur, man. Truly enjoy it. Het is echt een geweldige scent. En ik vind dat iedereen wel moet tenminste testen. Testen wat je ervan vindt. Als je van zoete, zoete boozy, fruity fragrances houdt, dan is dit echt perfect. Als jij van Tom Ford Lost Cherry houdt, dan ga je dit nog beter vinden dan dat. Dat kan ik je nu sowieso zeggen. Plus hij is goedkoper. Plus hij blijft langer. Ik weet niet. Dit is echt een geweldige scent. So, Boho Boco Wet Cherry Liqueur. Geweldige scent. Twee keer kersen, drank, aardbeien, vanille, karamel, tankenbean, wetiver, vanille. Great. Dit is wat jij nodig hebt dan voor de herfst. Oprecht, 135 euro. That's a steal. Just get it. Ik ga weer, jammer genoeg, twee geuren doen van dezelfde parfumhouse. Waarom? Omdat ik er redelijk veel van heb. En ik zoiets heb van, ik vind het echt een geweldige geur. Mijn herfst en winter bestaan voornamelijk altijd uit boozy scents of coffee scents. Want dat zijn mijn twee favoriete soorten geuren. Ik hou van gourmands heel vaak ook. But boozy scents en coffee scents zijn echt voor mij wauw. En de scent die ik nu ga aanbevelen is Mancera Aoud Café. Echt een geweldige geur. Met koffie natuurlijk erin, met amber, met houtige noten, met snoepnoten zit erin. Bloemige noten zit erin, bergamot, perzik. Witte musk zit er ook denk ik in, weet niet zeker. Maar dit is ook oprecht een geweldige geur. Wel ga ik zeggen dat deze een beetje leunt aan de feminine kant. Dus als jij zoiets zegt van, nee, ik hou niks van, ik wil niks feminine hebben, niks feminine, dan moet je hier niet voor gaan. Maar als jij een man bent en je bent zelfverzekerd en je houdt gewoon van een beetje bloemig,
is dit zeker weten goed. Niet dat ik wil zeggen dat Bloem altijd feminine is. Dat is echt niet waar. Maar dit leunt wel een beetje aan de feminine kant. Ook als je gaat zoeken op internet voor reviews of wat dan ook, ga je meer vrouwen zien die hierover praten dan dat je mannen gaat zien. Dat kan ik je sowieso vertellen. Ik denk dat ik een van de weinige guys ben die hierover zal praten. But als je naar mij kijkt, ik ben een grote gozer. Like, baard, dit toch? Beetje ruig voor sommige mensen. Maar dit is nog steeds een hele goede geur voor mij. Maar ik zou er niet versteld van staan als mijn vriendin hem ook zou willen dragen. Dus, Ahoud Café van Monserre, een geweldige geur waar je zeker van moet gaan. Enige nadeel van deze fragrance zelf is persoonlijk, is dat hij, dat de longevity niet overdreven is. Like, met heel veel Monserre en Montal geuren heb je echt zoiets van 12 uurtjes, 10 uurtjes, boom, you got it. Maar deze is heel erg snel minder, waardoor je hem alleen maar van dichtbij echt ruikt. Maar de projection is niet overdreven lijp na een aantal uur. Dan praat ik over 4-5 uurtjes, dan is die wat minder gezakt. Maar als je hem reapplied of gewoon op hebt, het is echt een geweldige geur. Hij ruikt echt heerlijk. Iets wat ik echt zou aanraden, de koffie en de snoepnoten geven het echt een lekkere vibe. Want ik heb ook Roosjes van Men bij de cheapies gezet. Dit is een beetje een ongeveer hetzelfde, maar met meer kwaliteit en iets minder zwaar. Die Rochas voor mij, die is heel zwaar, heel heftig. En ja, die heeft ook kwaliteit, maar je ruikt bij deze toch wel wat meer. Daar ben ik gewoon heel erg eerlijk over. Maar de longevity van Rochas Man is wel gewoon een stuk meer dan deze. De projection is ook een stuk beter. Dus eigenlijk de betere versie van dit is een stuk goedkoper. Want deze is €115 uit mijn hoofd. Ook niet heel erg veel. Ook wel affordable voor heel veel mensen die hier vroegen ernaar. But still, als jij hem goedkoper wilt hebben, €35 Rochas Man, heb je bijna hetzelfde, maar toch wat anders. Maar het is gewoon wat je nice vindt, man. De koffie hierin komt soms een beetje dropperig over. Maar goed dropperig, dus niet negatief dropperig. En dat is iets wat je niet echt hebt in Rochas Man. Maar voor de rest zijn ze vrij similar, naar mijn mening. Nu ga ik jullie mijn favoriete parfums de Marley geur geven. Er zijn verschillende parfums de Marley geuren die echt perfect werken voor herfst. De exclusive versie van deze die ik ga zeggen. Herod Hojan, als ik het goed heb. Hojan, er zijn er meer. Maar dat zijn wel geuren die gewoon werken van Parfums de Marley. Maar ik praat hier over Pegasus. Pegasus is mijn favoriete Parfums de Marley geur. Met bitter amandelen, met heliotrope zit erin. Zit bergamot ook in. Vanille zit erin. Er zit amber in. Dit is... Komijn zit er ook in, ja. Dit is oprecht een top. Dit is echt een top scent. Dit is een scent oprecht voor de herfst en winter. All year round voor zakelijke meetings kan je hem zeker weten gebruiken. Maar als je hem gewoon op een daily basis wil dragen, is herfst eigenlijk echt perfect ervoor. Winter werkt ook sowieso. Maar herfst is oprecht wauw. Echt waar. Dit is een je ruikt die amandelen heel erg goed. Die bittere amandelen die erin zitten. De vanille. De combinatie daarmee. Je ruikt het echt heel sterk. En heel erg goed. Het is... Ik kan niet zeggen dat het zoet is. Maar het heeft een zoete randje door de vanille erin. Maar het is niet een echte gourmand of zo. Dat is het totaal niet. Want met gourmand zou je meer met een karamel de combinatie hebben. Wat dan ook. Dat is het totaal niet. Maar het is wel echt een vanille scent. Maar niet zoet. Ik weet echt dat het raar is, want vanille is heel vaak zoet in parfum. Maar hier valt het mee. Ik denk dat het komt door de bittere amandelen. Dat het zo'n andere vibe heeft en de heliotrope wat erin zit. Want dat is een vanillebloem. Dus dat is niet de vanille zelf, maar dat is de bloem van de vanille. Dat is different, snap je? Het is heel different. Ook het komijn. Ik vind dat er een heel mooie balans is tussen de vanille, de zoetige vibe en dat andere wat erin zit. Dus ik vind dit sowieso echt een aanrader. Dit is mijn favoriete parfums, de Marley scent. Veel mensen komen met Leighton en al die dingen. Leighton is niks voor mij. Het is overdreven zoet. Eentonig, weinig layers erin. En vaak, jullie gaan het vaak terug horen bij mij. Als een parfum weinig layers heeft, zoals een Arabian Stonka, zoals een Sultan 9, zoals een Leighton, dan knap ik er snel van af. Want ik hou van de lagen die parfum heeft. Parfum heeft zoveel lagen en ik enjoy dat. Ik geniet daar oprecht van wanneer ik weet dat het over een paar uurtjes heel anders kan ruiken. En daarvoor, mijn volgende scent die ik ga zeggen, dat is echt... Nee. De laatste scent. De laatste scent die gaat komen in de list, dat is oprecht een mindblowing scent voor mijzelf geweest. But daar gaan we later over praten. We praten nu over Parfums de Marley Pegasus. Geweldige scent. Deze is een stuk duurder als
de andere geuren. Dit is een 75 milliliter en dit was uit mijn hoofd 190 ongeveer. 190, dus als jij voor een 100 milliliter wilt gaan, dan betaal je zeker weten 225, 230. Misschien wat meer, maar het ligt eraan waar je het kan vinden. Maar dat zijn ongeveer de prijzen, dus het is niet de meest goedkope cent die je kan vinden. Maar halen 75 milliliter. Ik heb er een klein beetje spijt van daar niet van, want ik hem veel heb gedragen. But het was het waard. Ik ga hem zeker nog weer kopen, de exclusief ook. But like I said, geweldige cent. Just go for it. Parfums de Marley Pegasus. Mooie fles ook. Ik zei net dat de laatste fragrance heel veel layers zouden hebben. En dat klopt ook. Maar eigenlijk deze heeft ook super veel layers. En neemt je ook wel mee naar Rolling Coaster. Minder erg als de volgende die ik ga zeggen. But still, it does. En dit is ook weer Mancera. Mancera Red Tobacco. Red Tobacco. Geweldige fragrance met nootmuskaat, kaneel zit erin. Wat zit er nog? Er zit groene appel in. Witte peer zit erin. Er zit patchouli zit erin. Jasmijn zit erin. Sandalwood zit erin. Saffron zit erin. Oud zit erin. Zoveel noot zit erin. En daarom ook dat ik zeg dat het heel veel layers heeft. Want na een tijdje, het is niet zoals de vorige ook weer. Het is zoet. Maar ook met die, er zit ook wierook in. Met de wierook neemt je ook weer mee naar iets anders. Groene appel neemt je ergens mee. Patchouli neemt je ergens mee. Er zijn zoveel layers die deze fragrance heeft. Wat het zo nice maakt. En het is ook, you love it or you hate it. Het is een aparte scent. Maar het is een scent die niet voor iedereen is. Maar dit is sowieso een scent. Als je dit gaat dragen tijdens herfst. Dat niet iedereen het heeft. Oprecht. Dit is, je gaat heel uniek ruiken. Dat kan ik je sowieso aan gewoon vertellen. Je gaat uniek ruiken. Want niet iedereen heeft het. Ondanks dat het Mancera is. Is er toch iets waardoor mensen altijd toch naar andere scents gaan van Mancera. Wat ik heel erg jammer vind. Want dit is oprecht een, zo'n wauwger. Ik vond het heel jammer dat ik hem zo laat had gehaald in 2022. Dus begin dit jaar. Waardoor ik had gehaald in 2022. Waardoor ik hem niet meer kon dragen. Dat vond ik heel jammer. Heel erg zonde. But, you know. Ik draag hem nu. Ik kan hem nu heel veel dragen. Ik vind deze ook heel erg lekker als je hem combineert samen met de Parfums de Marley Pegasus. Dat had ik deze zaterdag gedaan. Het was echt ik vond het echt een hele lekkere combinatie. Ondanks dat het twee hele dominante geuren zijn, vond ik dat het toch samen goed mixte. Ik ga zo wel een filmpje maken over parfum leren en wat ik zelf vind, wat kan en wat niet kan erin. Maar dat zijn allemaal dingen voor later. Heel vaak heb ik ook gezegd dat twee hele dominante geuren samendragen vaak niet werkt. Maar er zijn bepaalde geuren die elkaar heel erg goed complementeren. En ik vind het zeker weten dat de Pegasus en Red Tobacco elkaar heel goed complementeren. Red Tobacco is ook niet een geur met de gekste projection. Of met de wel heel erg een longevity, dat heeft het wel. Ik vind wel dat hij heel sterk is. Pegasus is ook heel sterk, maar deze is ook heel sterk. De projection is niet lijp, maar het laat wel een trail achter als je loopt, dat het wel iets achterlaat. En hoe ik het zeg, dat zoete, toch niet zoet, dat wierook, de groene appel, het groene erin van de patchouli en de jasmijn, het werkt heel erg goed samen, gaat ook heel lekker samen. Dus dit is sowieso een no-brainer als je een geur wilt hebben, die apart is voor in de herfst. Ook winter, zou hem eerder herfst aanraden, omdat die, hoe ik het zeg, de projection is niet overdreven lijp. Dus uiteindelijk keuzes aan jou. Maar dit is sowieso een van de beste aanraders die ik heb. Deze is 100, ook 130. 115, 130. Misschien 160. Maar soms heb je dat wel met Mancera dat het van 115 tot 160 is. Het kan. Het prijsverschil, ik weet niet zeker. Ik weet echt niet. Dus ongeveer dat. Mooiste fles die ik heb. Mooiste verpakking. Duurste geur die ik heb. Het is van, de prijzen verschillen, 256 tot 325, je kan het tussen daarin vinden. Ik praat over Amouage Jubilation 25. Zoveel noot zit hierin en ik vind het sowieso lastig om alle noten te gaan opnoemen. Want ik weet bramen, kaneel, honing, sinaasappel, veel groen zit er ook in. Maar ik weet niet alles uit mijn hoofd. Maar dit is een geur waar ik praat over zoveel layers. Als je al huid warm is. Als je echt warm bent door zomer of wat dan ook. Je kan hem dragen in de zon. Maar dan heeft het een hele andere geur. Winter, hele andere geur. Dik jassen, hele andere geur.
de vibes van deze scent is de layers die hierin zitten. Het is gewoon een... Het is... Wauw. Zelf heb ik het een tijdje gebruikt voor dates. Ik wou weer spreken omdat ik hem echt lekker vind ruiken. Maar ik heb hem lange tijd gebruikt voor dates. Ik heb hem lange tijd gebruikt voor just random, but... Dit is een geur. Ik vind dat ik... Het was risky. Het was heel risky om hem te halen. Omdat... ik kon hem nergens ruiken. Ik kon hem nergens testen. Dus ik las erover. Ik checkte zoveel mogelijk reviews van anderen. En niemand heeft het uitgelegd als hoe ik het zelf heb ervaren. Like met zoveel layers. Heel veel mensen zeggen altijd, it's a beautiful scent, bla bla, dit dat. Wat het allemaal ook echt is, hè. Iedereen die erover heeft gesproken, heeft gewoon gelijk gehad. Maar nog steeds, je eigen ervaring met deze scent hebben, is gewoon heel erg anders. Ik denk dat het sowieso dat is met amouage geuren. Omdat amouage geuren zijn niet makkelijk. Er zijn heel veel rare scents in amouage. Gewoon like... Lijkt in het algemeen gewoon. Amouage heeft soms echt weird ass scents. Met rozen erin en al die dingen. En dan is het niet vrouwelijk rozen. Is het mannelijk rozen. Dan denk ik, what the fuck, hoe kan dat? Maar toch kan het nice zijn of niet nice zijn. Dus met amouage is het echt, or you love it, or you fucking hate it. Simpel. Ik denk dat dit wel een van de meest mass appealing scents is van amouage, zou ik kunnen zeggen. Apart, maar wel mass appealing. Lastig om uit te leggen waarom dat per se is. Omdat iedereen de Blue Beast bijvoorbeeld houdt. Lyric Mac bijvoorbeeld haalt, die scents haalt van Amouage, omdat die gewoon een beetje well known zijn. Maar ik vind, als we kijken, omdat hier zit ook Amber in, met Amber en dat het zoetig is en dat het ook weer niet zoetig is. Ik denk dat de combinatie van al die notes die hierin zitten en de layers die erin zitten, het voor bepaalde mensen wel aantrekkelijk maakt en waardoor ze het kunnen dragen in de periode waar zij vinden dat het beste naar boven komt voor hun. Like, als je snapt wat ik bedoel. Thanks for watching. You know how we do. Like, subscribe, laat een comment achter, positief of negatief. Doesn't matter. Ik zie alles gewoon als opbouwende kritiek. Dus doesn't mind. Hè, toch? It doesn't matter wat je doet. Thanks. Zorg dat je mijn video's deelt. Laten we verder omhoog gaan. En we komen er. So, thanks. En ja, maar zet die notificatiebel aan. Waardoor je meteen mijn video kan checken. En het alleen maar beter voor mij is en voor jullie is. Want jullie weten dan meteen what's up. You feel me? So thanks, love. En ja man, shout out naar jullie allemaal.